Welkom bij de videoles over het maken van een video met rimpelovergangen in Binnacle Studio Ultimate 22. In deze videoles over het toepassen van rimpelovergangen leert u hoe u op een eenvoudige wijze overgangen aan uw diapresentatie of reeks videoclips kunt toevoegen. Binnacle Studio leent zich bijzonder goed voor het maken van dynamische diapresentaties. Om de afbeeldingen mooi in elkaar over te laten lopen, kunt u ze voorzien van een overgang. Het plaatsen van een overgang tussen alle afbeeldingen kunt u snel en eenvoudig toepassen met de functie rimpelovergangen. Laten we beginnen. Ik zorg er eerst voor dat ik een aantal videoclips en afbeeldingen in de bibliotheek beschikbaar heb. Daarvoor heb ik alvast een selectie in de projectmap bij elkaar gezet. Ik plaats de clips, dit kunnen afbeeldingen of videoclips zijn, nu op de tijdlijn. Deze afbeeldingen ga ik nu schalen zodat ze het hele beeld vullen. Daarvoor selecteer ik alle afbeeldingclips door met het aanwijspijltje en ingedrukte linker muisknop over de clips te bewegen. De geselecteerde clips hebben nu een oranje rand. Vervolgens klik ik met de rechter muisknop op een van de clips. Ik kies de optie schalen gevolgd door de optie vullen. Ik stel nu voor iedere clip de tijdsduur in. Ik kan de tijdsduur voor alle afbeeldingen in één keer tegelijk instellen. Daarvoor selecteer ik opnieuw alle afbeeldingclips door met het aanwijspijltje en ingedrukte linker muisknop over de clips te bewegen. De geselecteerde clips hebben nu een oranje rand. Ik klik met de rechter muisknop op een van de geselecteerde clips en kies de optie duur aanpassen. In het pop-up venster stel ik de tijdsduur in op 4 seconden en ik klik op OK. Nu ga ik een overgang tussen de eerste en de tweede clip plaatsen. Ik kies links uit de navigator de optie overgangen gevolgd door de optie standaard overgangen. In de bibliotheek selecteer ik de overgang diagonaal rechtsonder vegen. En die sleep ik naar de positie tussen de eerste en de tweede clip. Er wordt een overgang van 1 seconde tussen de twee clips gevoegd. Ik kan nu de tijdsduur van de overgang nog aanpassen. Bijvoorbeeld, ik stel de overgang in op 2 seconden. Vervolgens selecteer ik alle clips op de tijdlijn. Ik klik met de rechter muisknop op de eerste clip en kies uit het pop-up menu de optie rimpelovergang. Tussen iedere clip wordt nu dezelfde overgang van 2 seconden toegevoegd, zoals ook tussen de eerste en de tweede clip is toegepast. Ik plaats nog handmatig een fade-in aan het begin van de video en de presentatie is klaar. That's it, zo eenvoudig is het. Rimpelovergangen kunnen zowel op stilstaande beelden als op videoclips worden toegepast. In het eerste voorbeeld is een presentatie met stilstaande afbeeldingen te zien. En in het tweede voorbeeld ziet u een presentatie met videoclips. Dat ziet er dan als volgt uit. Tot zover de instructie over het toepassen van de rimpelovergang.